van klepper, klapper, van klep, 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 in klam van Ruppelmond. In kermis, maar in heel het jaar een dansen is geen zonde. Wat is het voor astrome? Gaat je verhuizen? Je gaat ons toch niet als weeskinderen achterlaten? Nee, nee, van hier. Ik word dienstdoende directeur. Hè. Voor enkele weken. Oh, la, 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 la. Ja, ja. De tiente, meneer Tienpont is naar Spanje vertrokken. En per se dan? Per se. Meneer Percé wordt officieel niet meer in staat geacht om deze functie waar te nemen in de geestelijke toestand waarin hij nu verkeert. En is uw geestelijke toestand dan zoveel beter verrast dan over officieel? Dat ziet er zo naar uit, hè, Fanny. Dag, mannen. Dag, meneer de directeur. En de kranten slechts 15 minuten, hè? 15 minuten? Ja, als jullie enkel lezen wat jullie begrijpen, dan heb je daar nog aan over. Daar zal Percé niet goed van zijn. Amai. Enkele weken dictatuur. Gilbert. Daar zullen we wat moeten aan doen, hè. 15 minuten. Gazet. Per se met zijn depressie en met zijn liefdesverdriet. Hij moet nu niet afkomen, hè. Opdracht van de directeur-generaal. Hij moet me niet komen lastigvallen, hè. Nee, per se. Nee, 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 nee. Men acht u onbekwaam. Ga het boven maar vragen. Zeg, mannen, weet je dat ik gisteren allemaal heb moeten? Drie personen op één dag. De heilige drievuldigheid, jongen? Geen oorlogs kennen ze van die. Allee, jij wil het rooien. Ja, kom, jongen, vertel het rap, dan zijn we er vanaf. Ah, wel. Madame Angèle van Percey, Jean Janssens van Beveren en Jos Gijzen van Tebet of niet Tebet. Ik heb gisteren de paus gezien, Roger de Vlaming en een miljoen Chinezen. Ja, op de televisie zeker. Ja, jongen, ja. Ah, maar je gaat er maar gesproken, hè? Je gaat er een hand van gehad. En je gaat er een handtekening van gekregen. Is ze. Voilà. Hela. En was dat de aantekening van madame Percé? Ah, met madame Percé heb ik alleen maar een ernstig gesprek gehad. In welke omstandigheden, daar praat ik alleen met meneer Percé over. Hè? In welke omstandigheden? Ja. Oh, ja. Zeg, wat doet die daar? DDD. Oh, en meneer Percé dan? Ja, afgekeurd. De slappe honden. Oh, dat is allemaal met zijn madame. Hè. Ah, is ze. Dag meneer Percé. Wees madame, jongen. Ah, wel, van dingen van Jean Janssens, van Beveren. Wat doet die daar, ze? Ja, Tienpont is enkele weken met vakantie. En is dat officieel, dat Adam? Ja, dat zegt hij toch. Hij is over een kop gesprongen, hè, meneer Percé. Laat hem maar springen, jongen. Met meneer Percé? Ik zou straks, jongen. Ja, maar dit is ernstig. Straks. Ja, maar ik heb gisteren een opmerkelijke ontmoeting gehad, hè. Al had je de duivel in eigen persoon ontmoet. Zover is hem er nog niet even, hè, mannen? Het raakt me niet, verrast erover. Ik ben immuun. Ga met u, megalomanie. Je mocht het hebben verrasten over. Carrière, manneke. Slecht nieuws, mannenheren. Arabelle heeft hier gisteren haar been gebroken. Och, arme, die arme madame, ja, toch ja, weer. Ja, en is dat echt bakon? Ja, een breuk is een breuk, toch? Ja, ja, maar is het een enkelvoudige of een meervoudige? Nee? Allee, zal ze nog van genezen of geneest ze niet? Ja, maar geef toch eens wat doodleg, Hilaire. Bon, het is een rechter scheenbeen en het zal genezen, zegt ze. Enfin, hier is het adres van de kliniek, mijn kamer en al. Alsjeblieft. Et voilà, et ça passe. Kom, geef dat maar hier. Ik zal haar wel gaan bezoeken. Ik zal de bloemen zelf betalen en haar de groeten overbrengen van Jan en alle man. Met een beetje tegenslag zitten we voor maanden zonder koffie. Wel, die zal ik dan ook maken. Dat ook nog. Dat is niet moeilijk, hè? Klik, 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 zwonk, zwonk, voem. En staan wachten, hè. En wachten, hè. Wat hoor ik? En het is dan nog waar ook. Nee, meneer Percé, nu heb ik genoeg tot de kuur gehad van je. Ik verbied je jezelf belachelijk te maken en ons daarbij. Ook een koffie voor de dienstdoende directeur. Meneer Percé, kom erachter vandaan. Een circus, met daar zit de domme August. Oh, ik heb het al eerder gezegd, de clown van het circus. Bonaventure. Blijf van mijn lijf, hè. Ik ben nu jouw secretaris Bonaventure en ik kom aan je lijf wanneer ik dat nodig acht. Bovendien, hè, Verrastenhoven, meneer Tienpont zou dat anders opgelost hebben. Met een kwinkslag, zonder boosheid. Filemon, proficiat met je benoemen, ja? Als we maar koffen hebben, hè, Mark? Pijn gedaan, per se? Oh,
Hij moet hier niet komen, ga, hè? Mijn zorg. Hoe ver met je gekomen, hè? Verrast een over die meer vertrouwen geniet dan jij? Kop die madame spelen jij? Geef dat. Zeg maar, dat is hier voor de mannen, hè? Zeg, gaan ze binnenkomen, zijn als dat, dan ga je hier, hier, in plaats van je te verdedigen, verdomme nog aan toe. Op tafel te gaan bonken bij de directeur-generaal. Zeg, pas op. Je niet te laten beledigen. Pas op, voorzichtig, hè? Je niet te laten kleineren. Laat je niet platdrukken als een luis. En anders, hè? Ga naar huis. Kruip in je bed en vergeet te eten. Maar kom hier het schaap niet uithangen, hè? Maar zeg, wat gaan die mannen hier binnenkomen om te dingen en dan is dat een gaderlijk en domme per se, je luistert niet eens naar wat ik zeg. Pas op, domme paan, hè? Domme! Dan doen ze me nog paan ook, ze. Mol. Mol? Mol, mol, mol. Al 7 maanden zit je te vroeten onder de grond. Graaf je eruit! En als ik nu graag een mol ben? Graven, 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 graven! Filemon. U kunt de taak van directeur niet aan. U kunt niet bevelen. Telefoneren. Ondertekenen. Je weet niet wat je moet zeggen, wat je moet doen. Je durft niet. Alice en ik zijn gisteren naar dat winkeltje gaan zien. Ja, om het over te nemen, ja. In Excel. Ja, groentewinkeltje. Ja, ja, legumen. Ja. Groot is het niet, maar het heeft een goede cliëntel. Dat heb ik al bespioneerd. Ja, dan gaat dat je als zelfstandige bevestigen. Wel, ik persoonlijk niet. Ik blijf in staatsdienst. Ja, goed gezien. Maar... ja, niks boven een staatsbetrekking. Ja, ja, maar ik zou het doen voor Alice en voor mijn 3 dochters die stilaan groot worden, ja. Espa. En die zou ik in de winkel zetten. Ja, we zouden dan niet beter mee een café beginnen, Bacon? Voor met die 3 dochters, hè? Ja, zo, in de 6 billetjes. Ja. Studeren zit er niet veel in, zeker. Wel, ik denk niet dat ze stommer zijn dan die Adelbert van uw docs. Maar wat avans om een diploma te halen als je er toch geen werk mee kunt vinden. Dat is waar. Je laat ze beter dom en lom, dan voelen ze dat allemaal zo niet aan. Hè. Wel, ik zou, voordat ik naar het ministerie kom, zou ik eerst de vroegmarkt doen. Zo rond 3-4 uur, met een camionetje. Oh, maar dan zullen we toch nog eerst de auto moeten leren daar in die lijf. Ja, om de aankopen te doen en dan zou ik eerst nog alles in de bakken sorteren voordat ik vertrek en er de prijzen op steken, want dat verandert iedere dag. Pas maar op dat je niet overwerkt, hè, Bacon. Ja, en dan zouden mijn dochters kunnen verkopen tot 7-8 uur 's avonds. Alice natuurlijk ook, maar dan meer. Om in de kassa te staan. Ja, ja, voor met de klant, alleen voor de klanten zo wat bij zich te houden. Ja, ja, en zaterdag zou ik natuurlijk meehelpen. En dan zouden mijn 3 dochters dus naar de middenstad kunnen gaan, bijvoorbeeld. Om bijvoorbeeld een kleedje te kopen of om eens een patéke te eten. Enfin, raad je me dat aan of raad je me dat af? Ja. Ja. Ik hoor tegenwoordig toch veel van die kleine winkeltjes die failliet gaan. Ja, ja, ja. En gestolen wordt dat er tegenwoordig in de winkels door mensen die geen respect meer hebben voor het kapitaal. He. Veel, veel. Ja. Ik zeg altijd tegen Esmeralda, kind, overdrijf toch niet met dat stelen. Vooral in groentewinkels. Ja. Ja. Het is toch beter dan dat het in de bakken ligt te rotten, zegt ze dan. He. Ja, maar ik heb toch ook al horen zeggen dat er veel van die zaken failliet gaan zijn omdat ze met de vuil verslenste groenten zitten. Ja, ja. En pas op, zo'n groentewinkel, dat is van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in de kuil in de winter en dan in de zomer in de trog. Ja, dat is juist, ja. En nooit gedaan s'avonds met kuisen en uitmesten. En... ja, ik heb ook horen zeggen, vuil vol, vuil vol. Ja, en dan s'nacht, je kunt tot s'nachts werken aan uw formulieren van een btw ook. Het is goed, het is goed. Ik had het moeten weten dat er uit u geen vriendelijk woord te kragen is, in plaats van ernstig met mij te spreken, omdat ik voor een belangrijke stap sta. Zoals je dat van collega's zou kunnen verwachten. Bedankt allemaal, bedankt. Ik moet die man toch bewonderen dat hij aan de kinderen denkt. En van vooruit te komen in het leven op een eerlijke manier, ik vind dat toch moedig van meneer Bacoffoy. Ja, ik moet Christ toch bewonderen dat ze zoveel zinnen kan zeggen zonder dat er een woord met een S in voorkomt. Ja. Oefening baart kunde. En meneer de Pisser. Ja, tegen Holland, aan de kust. Ja, ja,
Ja, jongen, ik weet wel waar het al ligt, het zwingen. Ja, ik was daar op zondag aan het stappen met mijn Adelbert, om de liefde tot de natuur te leren kennen. Ja, ja. Ja, en om vertel eens wat. Ja, om een milieubewustzijn te maken, ten opzichte van de vogels en de dieren. En daar ontmoet je dan... Ah, wel ja, en ineens ten wouden dat ze... Vuil madame per se, hè. Ah? Ja, allee, ik hoop dat je dat ons niet kwalijk neemt. Zeg eens, madame per se. Ja, en zou je dan zo ook gezien, hè? Dat had ik gezien. Maar ze leed wel als dat volgens niet gezien had. Maar ik had gezien, ik zeg, gezien of niet gezien. Ik heb gezien dat je me gezien hebt. En gezien dat ik dan super beleefd ben, zeg ik direct, dag madame per se. Ja, want zo stond ze. Allee, pak nou, dat madame per se is, hè. En dat zijn ik, ja, wel. Zo stond ik dat vlak tegenover ze. En ze rode direct om natuurlijk. Dag meneer Dok, zei ze, op wandel, is dat uw zoon? In het Zwinsen. Ja, ik vroeg me ook af wat ze dat kwam doen. Allee. Ja, ik zei dat me aanstoen met dat. Ik zeg me aan de grootte van meneer per se, zeg ik. Ja, wat beleefd het, hè. Ja, ja. En zeg, jongen, was er iemand? Ja, ja, dat was de meneer. Oh, ja, 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 maar die was ook heel vriendelijk. Ja. Tegen mij en tegen mijn Adelbert. En ook tegen madame per se, ja. Want zo stond hem dat ze zo. Ja. Zo, en zij stond vlak neffen hem. En hij had ze zo vast zo ze rond haar lijken. Ja, 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 ga maar zitten, jongen. Ik ken dat wel. Ja, ze stonden dat gelijk naar de ooievaars te zien. Die zitten daar, ja, op van die palen zo met planken. Ja, de ooievaars. Was er al iets te zien van de ooievaar? Nee. Allee, toch niet opgemerkt. Ah. En mijn Adelbert ook niet, want die zei nog achteraf... Zeg, pas uit, maar had je dan niet gezegd dat me dan per se in verwachting was? Ja. Ik heb daar toch niks van gezien, zei het. Ja. En zag ze er zo wat goed uit, jongen? Nee. Nee? Nee, om eerlijk te zijn. Oh? Nee. Afgetrokken. Allee? Ja, en vermagerd. Nog magerder? Ja, en ze moet onlangs nog gevallen zijn ook, want ze had een lelijke blauwe plek, hè, aan haar jukbeen. Waar? Zo vlak boven haar kaakje. En het moet wat open geweest zijn, ook, zo, want het was nog wat gekloven, maar het was wel heel schoon aan het genezen. Hier zo? Ja, want mijn Adelbert, die zei nog, zeg, papa zei het, zou die dan nog slagen krijgen van haar even echtgenoot ook? Kinderen tegenwoordig, meneer per se. Slagen krijgen ze. Nee, de pisser, ik heb met u niks meer te bespreken. Ja, maar, Bacon. No? Nee, pas op, we hebben het daar juist tegen elkaar gezegd dat we u bewonderen. Ja, maar wat wij ons eigenlijk afvroegen, dat is... stel nu dat Hilaire zijn laatste frank steekt in een zaak die niet rendeert. Hè? Dat is toch een risico, hè? Mijn laatste frank, de pisser, zal ik er niet insteken, want ik bezit... Ah, wel, dat hebben wij ook onder elkaar gezegd. Ja, maar er zijn ook banken, hè, Jean? Banken, waar heb jij een beetje bezit, hè? Eigendom, waarop dat je dat kunt lenen? Ook dat heb ik niet. Zee, voilà, dat hebben wij ook tegen elkaar gezegd, hè? Ik ben op zoek naar een solvabele persoon die een beetje vertrouwen in me stelt en die borg wil staan voor mijn lening. Een vriend, iemand mee naar een huis, gelijk gaat. Ah, ja. Ja, maar ik kan dat niet gaan doen, hè, Bacon. Nee, dat hebben we ook onder elkaar gezegd, Alice en ik. Jean de Pisser doet dat zeker niet. Dan neem ik dat winkeltje liever nog zelf over, hè. Tja, dat hebben we ook onder elkaar gezegd. Ja, maar serieus, we hebben er al over gesproken, hè, José en ik, om zelf een zaak te beginnen, vroeg of laat. Ja, maar dan geen groentewinkeltje, natuurlijk. En ik zou natuurlijk mijn job laten staan en me volledig met die winkel bezighouden. Hè? Ja, dat kan ik begrijpen. Ja. Je kunt José er niet alleen laten voorstaan met uw kleine. Nee, José die eist nogal veel aandacht op zo. En ja, dat is wel een beetje vermoeiend voor ons, José. Hè? Ja, begrijp het. Enfin, ja. Zeg, maar waarom vraag je dus niet aan een tienpond? Oh, daar heb ik ook al aan gedacht. Maar jammer dat die voor een paar weken in Spanje zit en dan is het natuurlijk te laat. Maar telefoneren, hè, Bacon? Telefoneren, Bacon, naar Spanje. Ik wil het betalen, natuurlijk. Maar ben je krankzinnig geworden, meneer Tienpont? In Spanje gaan lastigvallen met een geldkwestie en dan nog op de telefoon van de diensten. En wat doen jullie daar allemaal? Ja, wij willen erbij zijn als Bacon naar Spanje belt, hè. Bacon belt niet naar Spanje. Maar enfin, dat is een zaak van levensbelang voor Bacon, verrassen over. Trouwens, je gaat me niet wijsmaken dat Tienpont op zulk dwaas voorstel zal ingaan. Maar me niet maar... verrassen over, het is nou toch niet omdat je geen leefdadig hebt, kinderen je vertrouwen in de mensen, dat een ander dan niet uit, hè. Mm-hmm. Maar moest ik geld hebben, hè, mag zo'n lang berg zijn voor Hilaire. Ja, en ik ook. Ik ook. Maar ga niet, me niet verrassen over. Nou, laat maar. Er zijn nog andere toestellen waarop ik kan telefoneren. Als meneer verrassen over mij alstublieft het nummer is wilt geven van meneer Tienpont in Spanje. Nee, dat krijg je niet. Nee, dat nummer is geheim. Wie is dat hier allemaal? We willen me niet per se eens hebben, meneer Verrastenover. Die soeklaar is onder geld, ze niet naar Spanje laten telefoneren. Meneer Tienpont zou mij misschien door mijn probleem kunnen helpen. Het is maar dat moet rap gaan, meneer per se.
Kom maar nu. Nee, Filemon, je ondermijnt mijn gezag. En bovendien is het verboden. En bovendien heeft 10 pond daar geen nummer. Je komt bij de huisbewaarder terecht. En bovendien haalt het niks uit, want die kent 10 pond. Ja, maasje. Geef me het nummer eens van een 10. Van meneer 10 pond. Als je durft doen, hè. De directeur-generaal, hè. De directeur-generaal, hè. Ja, maar... Ja, zeg maar, ja. Maar... Dank u. Ja, het belt ze in Tirol, in Tirol, trauma, trauma, nou, waar dan ook hier ze. Habla con il erba con fa in Belgica. Estoy amigo del señor Timpont. ¿Sabe usted si podría hablar con el señor Timpont? Está tomando el sol en el jardín. Va a llevarle el teléfono. Muchas gracias, sí, sí. Oh, maar ik heb dat geleerd, zeg. In mijn straatjean, daar wonen 12 Spaanse families met rond de 50 kinderen. Al mijn kinderen spreken Spaans. Ja, El señor Timpont, ja, Bacon Foy hier. Wie is dat? Bacon? Vanuit Brussel? Bacon, wat is er? Is dat een bureau in brand? Nee, oh, dat je wat gaat overnemen? Een groentewinkel. Bacon, die in een groentewinkel gaat overnemen. De belt hem even op. Ja, zeg Bacon, dat kan me nu schillen. Neemt jij over, wat heb ik er nou mee te maken? Wat is welke centen? Och, of dat ik medekredietnemer. Ik moet 1.200.000 francs lenen en ik heb een solvabele persoon nodig die... Ja, zeg je dit, een klein ogenblikje, hè. Ik heb nog een telefoon, hè. Ik heb nog niet een uitleg nog te doen, hè. Explicación, hè. Ik spreek al goed Spaans, hè. Zegt door in het Antwerps, meneer. Wat? Dat is goed. Nee, Bacon, dat was niet tegen haar. Nee, dat was tegen mijn secretaris. Ja. Nee, niet mijn maîtresse, mijn secretaris. Nee, Bacon, luister, ik verstond dat allemaal wel, maar het zal toch niet gaan, hè. Ja, ik weet dat je goed zult gedragen en dat je niet zult drinken en dat je serieus de zaak zult doen. Nee. Weet je wat Bacon zegt? Die is dat groentewinkeltje de stad, hè. En zullen binnen een munt of zes nog wel eens klappen, hè? Ja, maar dan is het misschien te laat, directeur. Ja, maar van Bacon, zoiets regelde net toch niet uit een telefoon, hè? Doet hem het niet leer? Wat heb ik u gezegd, hè? Wat heb ik u gezegd? Ze staan allemaal rond mij, directeur. Ja, dus doe ze allemaal een goede dag, hè? Ja, oh, proficiat verrasten over. Zeg, wat zei per se ervan? Directeur! Hoe is het kindert, hè? Goed, toch schoon dat je Bacon wilt helpen met al uw geld, hè? Zeg, directeur Arabella. Ja, wat mij. Dat gaat in zijn kop, ja. En ik heb madame Angèle en Jean Janssens van Beveren in Spin gezien, ja. En ik ben in volle voorbereiding voor het advies van mijn ouders. Ik ben zijn plechtige eilige commune en tijdelijk vorm zullen. Maar ik zal dat van hier, mijn werk niet verwaarlozen. Zijn directeur... Hallo? Die is weg, zijn. Oh, zie toch, afgebroken. Zo stelt het interessant begon te worden, hè. Precies, hè? Carmen? Hé, toch, zus. Ik zeg, mijn, we zitten hier goed, hè? Kunnen nou echt die jongen niet helpen? Zeg, mijn, geldkwesties, die laten beter om mij over, denk je niet? Ga, vergeet toch niet dat het allemaal langs manenkant is gekomen, hè? Ja, en ga, vergeet toch niet dat je het verstaan niet hebt van het allemaal te beheren, hè? En zit zo niet nog die maskers te loren? Hè? Nee. Er is geen andere oplossing, Bacon. Wel, in de familie zit het niet. Rijke vrienden heb ik ook niet, behalve u. En u. En daar. Maar rijk ben ik ook niet, Bacon. Als ik nu eens mijn spaargeld geef. Ja, als ik het terugkrijg tenminste, ja. Want... Hoe zit dat met dat proces met u, valse profeet dan? Volgende week komt het voor. Het enige wat ik kan tonen is mijn spaarboekje. Leeg. Ik kan niet bewijzen dat ik het aan die man geschonken heb. Hè? Zeg eens aan hoeveel... 200.000. Ja, daar ben ik ook niet zo ver mee vooruitgesteld dat ik het al zou willen aannemen. Wat heeft hij ermee gedaan?
Een verlaten dorp gekocht in de Provence. Hij heeft er zijn hoofdkwartier in opgeslagen. In een nieuwe witte woonwagen. Met het geld van alle spaarboekjes. 200.000 francs. Het zou een begin zijn. Een verlaten dorp. Maar we zijn wel mede-eigenaar. Een paar brokken rots en 3 kromme bomen, dat is mijn deel. Nou, ik zou het kunnen lenen. Is nog geen 10 frank waard. En een interest betalen. De profeet heeft dus afgedaan. Eindelijk. Als ik zijn theorieën in praktijk moest brengen, hè, dan kon ik even goed in een bordeel gaan werken. Oelalalalalala. Hij mag nog 1000 maal zeggen dat God het zo gewild heeft en bewijzen ook, want dat doet hij. Hè? Een sluwe profeet, ja. En als ik dan nog zo een paar geldschieters zou kunnen vinden... Hilaar, Mirai heeft haar geld nog lang niet terug. Dat zijn dan allemaal mensen hier in staatsdienst, beambten die al jaren werken en dat spreekt maar over verdienen en sparen en kopen. En als het allemaal uitkomt, geen frang bezitten ze. Geen nagel om aan hun gat te krabben. Nu heb ik toch weer wat voor, hè. Ik moet deze namiddag bij de directeur-generaal komen om hem mijn gedachten te zeggen over meneer Percé en over meneer Vrastenhoven, hè. En daarom ben ik toch vlug een nieuw kleed gaan kopen, hè. Ja, ik heb het maar direct aangehouden. Dat was hier met kleedje dat ik aan had. Dat was zo eentje met knoppetjes, zo hier, zo, hè. En er was er eentje afgesprongen, zo. En als ik daarmee dan voor de directeur-generaal zou gaan staan, hè. Maar ik zal hem toch eerlijk mijn gedachten zeggen tegen de directeur-generaal. Allee, meneer Percé, die is wel aan het scheiden. En natuurlijk, dat is altijd af te keuren. Maar naar het schijnt is de schuld van zijn vrouw. En daarom zal ik hem toch maar voorspreken bij de directeur-generaal tegen meneer Vrastenhoven, je weet wel, hè. Die van een andere kant. Ja, maar pas op, dat zal ik hem ook zeggen, hè. Dat het allemaal kwaadsprekerij is, want daarvan heb ik nog niks ondervonden. Dag, hè. Allee, Caroline, ik zal misschien maar direct doorgaan tot bij de directeur-generaal, hè. Hé, ik zal de pakje misschien bij de secretaresse laten liggen. Och, zin, nu heb ik toch wat voor, hè. Het is al uit de naad, hè. Dat zal misschien niet zien. Oh, 1.200.000, zeg je. Ja, alleen maar om het over te nemen, want ik moet het hele huis dan nog huren. Een klein keukentje achter de winkel, boven 3 slaapkamers. Het is een heel smal huis. Mag ik die papieren van de banken zien? O, ja, zeker, zeker, meneer Vrastenhoven. Toch in het Nederlands. Ja, ja, wij weten ook wel in Brussel waar tegenwoordig het geld te rapen valt, meneer Vrastenhoven. Ik excuseer dat ik hier zo sta, directeur-generaal, maar het is een beetje uit de naad en daarom hou Wie ik... Wie bent u eigenlijk? Christine Berlo, directeur-generaal, de typiste. Maar ik heb de secretaresse gevraagd. Ah, nee, dat is juffrouw Puijs, directeur-generaal. Ja. Of excuseer, directeur-generaal, dat was mijn oudkleed, was zo eentje met knoppetjes en daarom ben ik nog vlug... Ja, maar ik heb jou niet nodig, ik heb me juist maar van naam vergist. Ja, maar nu ik hier toch sta, ik vind dat meneer Percé niet dieper in zijn put moet geduwd worden. Tot ziens, juffrouw. En dat hij meer recht heeft op die interim. Tot ziens, heb ik gezegd, juffrouw Berlo. Ah, dan... Dan mag ik niet verder spreken. Jawel, jawel, je mag spreken zoveel als u wilt, maar niet hier. Oh, tegen uw secretaresse misschien? Voor mijn part. Ja, maar als de secretaresse niet goed gaat, over... Buiten. Als ik nu eens die geste, dat gebaar zou doen voor uw medekredietnemer. Meneer Van Rastenhof. Dat verbaast u, hè? Oh, ik val uit de hemel. Uit de lucht, Hilaire. Ja, het is gelijk, van hoog in ieder geval. Ik had zo gedacht, ik ben nu al dienstdoende directeur, maar als ik nu echte directeur word, ja, dan moet ik toch iets over hebben voor mijn ondergeschikten. Nu, ik ben wel niet zo rijk als de vorige directeur, maar mijn mama en ik, wij bezitten toch een zeer groot herenhuis. Oh, ja, een groot herenhuis dat wel 6,5 keer meer waard is dan het bedrag van uw lening. Meneer Vrastenhoven, je toucheert me. Ja? Enfin, toucheren raakt me. Treffen is beter. Nee. Ontroeren, dat is het woord.
Als ik mocht kiezen, meneer de directeur-generaal, meneer Klerks, dan zou ik meneer Filemon per se verkiezen op de plaats van directeur, wegens zijn hogere kennis van de stijl van directeur. Wie ben jij? Jomme Dox, om u te dienen, meneer de directeur. De pesser heb ik nodig, niet jou. Dat dacht ik ook, maar... Ja, maar ik stond toch op de lijst van uw visite? Ja, dat is dan nog een vergissing van onze secretaresse. Ja, maar nu ik hier toch ben, hè, ik vind, als meneer per se uit zijn put wilt geraken, als hij daar wil uitkomen... Tot ziens, meneer Dox. Ja, maar ik vind toch dat u zich vergist, met alle respect u verschuldigt, meneer de directeur-generaal, om me niet te laten uitspreken. Elders, meneer Dox. Ja, wel ja, elders, meneer Van Rastenhoven. Elders, meneer Dox. Elders, ja, elders. Onroerende goederen. Ja, dat slaat op uw herenhuis. Ja, dat weet ik ook wel, Baconfoy. Ja, wel, hier invullen waar. Ja, Baconfoy, ik weet wel wat een onroerend goed is. En ik kan lezen. Ja. Netto inkomen. Ja, dat is uw wedde van onderaf. Van directeur. Hier. Ja, ik zie het, Baconfoy. Andere inkomsten. Daar trekt je maar een streep door, meneer Van Rastenhoven. Geen streep, Baconfoy. Ik heb nog andere inkomsten. Oh, excuseer. Zoveel te beter dan daar. Dan... Dividenden. Ja, oh. Een kleine, maar toch. Hè. Mm. Schulden. Ja, die kleine lettertjes moet je allemaal niet gaan lezen. Dat is alleen maar om uit te leggen dat in geval van wanbetaling of faling, wat faillissement betekent, dat dan de mede-kredietnemer moet. Maar, meneer Van Rastenhoven, dat zal nooit gebeuren. Nooit. De Pesser. Jij werd mij beschreven als de man met de meest realistische kijk op de dingen. En ik, directeur-generaal? Jij, Van hier. Als de man met de minst realistische kijk op de dingen. Merci. Maar, Pinter. Wow. Misken genie. Ik ben nog jong, hè. Ja. Dus, wat met per se? Wel, De Pesser. Wel, dus in de staat waarin hij zich momenteel bevindt... excuseer mijn uitdrukking. Zal hij toch altijd een betere directeur zijn dan Van Rastenhoven? Ja. Meneer Van Rastenhoven. Het is waar, hij is de laatste tijd zo'n beetje de pedalen kwijt. Hè. De pedalen kwijt. Excuseer me de uitdrukking. Ja, de pedalen kwijt, hè? Dat is, je bent aan het fietsen en ineens schiet je van je pedaal. Fanny, ga zitten, alsjeblieft. Denk je dat ik niet weet wat dat betekent? Nee, hij is zo'n beetje... Hij trapt door. Ja... Nee, doortrappen, dat is iets anders, hè. Doortrappen, dat is, je bent aan het fietsen en ineens schiet u vast de pion. Fanny... Excuseer, directeur. Dus, niet... Generaal. Dus niet tegenstaande die rotfiets waarmee per se zich verplaatst, zou je toch nog best in staat zijn om... Ja, de koers winnen, dat zit er niet meer in. Maar ik kan nog wel goed mee in het peloton. Ja. En dat is het nu juist, hè. Meneer Van Rastenhoven, die kan helemaal niet fietsen. Ik kan helemaal niet. Maar, Hilaire, we mogen niet te vroeg Victorie kraaien. Oh, ik kraai nog niet, voordat ik het zie, zwart op wit. Ja, we staan nog voor een berg. En daar moeten we nog over. Een kol. Ja, de Tourmalet. Oh, daar raak ik nooit over, meneer Rastenhoven. Ik ook niet, ik kan niet goed fietsen. Maar mijn mama, hè, ze wil met u nog eens praten. Uh-huh. Want al wat ik bezit, dat bezit ik in deelgenootschap met mijn mama. Ah. Zij bezit, om zo te zeggen, meer dan ik van het gemeenschappelijk bezit. Oui, je comprends. Dus, als ik het goed begrepen heb, dan is het... U begrijpt het goed. Maar je weet helemaal niet wat ik ga zeggen. Ja, als secretaris hoor ik dat vooraf te weten. Huh. Waar dan? Dan is het voldoende om per se op de plaats van directeur te zetten. Hij zal weer opfleuren, weer de oude worden. Zijn nagels en zijn kleding... Enfin, hij zal zichzelf weer verzorgen. Zijn lach zal weer keren. Zijn grappen. Heeft die man ooit grappen gemaakt? Ze zijn een beetje aan de flauwe kant, maar toch. Ah, Mireille, meisje, hè? Dat is voorbij. Het doet toch nog altijd de ronde? Wel, hij is een beetje wereldvreemd en erg onhandig. Vooral onhandig, maar... Verder is hij een mens zoals u en ik. Stuur hem eens bij me. Vandaag? Nu. Ja, maar ik vrees... In de staat waarin hij zich bevindt.
Als dat moet. Non, Alice. Non, non. Ik heb zelfs naar Spanje getelefoneerd. Nog 10 pond en dat is noppes. Noppes. Ça veut dire flut. En het wordt tijd dat een paar woorden Vlaams begint te verstaan. Want in Excel is er nog altijd 1 Vlaming op de 10. En die zult je toch ook, Alice, die zult je toch ook zijn pekes, de karot. Enfin, die zult je toch ook zijn legumen moeten verkopen. Ja, ik weet wel dat ze allemaal Frans verstaan, maar spreken ze daarom? Er zijn nog altijd van die tattoos, gelijk Verrastenhoven. Als je die over de vloer krijgt, oui, 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 d'accord, mon amour, d'accord, oui. Nou, het kan morgen natuurlijk te laat zijn, maar... Oui. Meneer Passé, ik wil er mij de visu van overtuigen dat u werkelijk het wrak bent waar iedereen het over heeft. Iedereen, ze? Ik lees hier dat u zelf niet meer proper bent op uzelf. Niet meer? We moeten het dan meemaken, ze? Ja, ik lees het hier. Wilt u uw nagels eens laten zien? Maar mijn nagel? Maar wat een belediging, ze. Zeggen ze, en mijn knopen staan er nog allemaal aan, hè? En mijn lijnwaad is proper, hè? U hoeft uw stem niet te verheffen, meneer Percé. Ik verifieer alleen maar wat hier staat. Maar wie heeft dat geschreven, zeg? Eén van uw superieuren. Nee, ik zal dat manneke in Spanje niet zijn gepeperde brief schrijven, zeg. Hij slaat wartaal uit, hij is depressief, hij is mensenschuw. Kortom, hij ziet het niet meer zitten. Twee brieven zal ik hem schrijven. Drie brieven, zeg. Met mensenschuw. Ben ik mensenschuw zoals ik hier voor u zit? Het ontbreekt hem ten ene male aan het gezag om mij als directeur te vervangen. Maar ik heb 10 keer meer gezag dan die 10-tonner. Ik zal eens wat zeggen, meneer directeur-generaal. Daar beneden, hè, daar hebt ge niet veel aan gezag. Hè? Directieven schreeuwen, bevelen schreeuwen. Menselijke aanpak, vriendelijke omgang. Luisteren, uw oor te luisteren leggen. Daar hebt ge veel meer aan. Daar beneden. Maar waarom hebt u niet onmiddellijk gereageerd vanmorgen op die aanstelling van Verrastenhoven? Meneer directeur-generaal, ik incasseer. Dat is mijn ware natuur. Wel, ik wil dat je reageert. Ja? Ja, ga buiten en kom terug binnen. Met de houding en de zelfverzekerheid van een directeur die dat interim voor zich komt opeisen. Dat wil ik zien. Buiten? Ja, en terug binnenkomen. En terug... Dus buiten vallen... En terug... Is dat niet wat te karikaturaal? Ja, 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 dat is het. Precies, een slecht toneelstuk, zeg. Maar met de nodige aanpak is er nog iets van hem te maken. Binnen. Excuseer. Ik heb hier gisteren die... veter overgetrokken zijn. Nu dacht ik vanmorgen. Ik zal er morgen een nieuwe inragen. Vandaag. Wat? Vandaag. Vandaag dan. Moet ik terugbaten? Nee, godsnaam, blijf binnen. Zeg wat je te zeggen hebt. Ja. Meneer de directeur-generaal, met alle eerbied voor uw persoon en uw beslissing, nietwaar. En ik ben er zeker van dat u niet over 1-8-A's bent. Ja, dat zeg. Excuseer. Ja, god, nu is dat te kort geworden. En nu zal ik er nooit meer in lukken om dat vast te... Zeg, dan zal ik het zomaar zeggen, zeg. Zonder weten. Ja. Meneer de directeur-generaal. Om directeur te worden, daar ben ik niet goed genoeg voor. Maar directeur-generaal, dat zou wel gaan. En ik geloof dat ik mijn mama iets half overtuigd heb. Ah. Maar ze wil met u nog een gesprek vooraleer ze haar toestemming geeft. Ja. Het gaat tenslotte over meer dan 1 miljoen, hè, Bacon? Een gesprek? Ja, dat is niet meer dan normaal, natuurlijk. Ja, ja. En moet ik naar u? Nee, ze komt me hier opzoeken in mijn kantoor van directeur. Ze wil me daar eens zien zitten. Oh, dat is vriendelijk. Ja. En als ze dan met u praat... Tracht u dan zo goed mogelijk voor te doen. Hè? Beschaafd, knip uw snor een beetje bij. Geen Franse woorden gebruiken. En op alles ja antwoorden. Ja? Ja, ze duldt geen tegenspraak, zie je.
Ja, ja, maar als ze vraagt of ik drink, dan... Drink je? Nee, 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 nee. Maar daar kan ik toch geen ja op zeggen, meneer Vlastenhoven. Nee, nee, natuurlijk niet. Ah. Soms zeg je ja, soms zeg je nee. Ja. En met twee woorden spreken, hè, Bacon? Ja, ja, enfin, je moet met mijn savoir vivre. Enfin, mijn goede manieren toch niet leren, meneer Vlastenhoven. En gedraag je zo een beetje als een butler. Ja. Je hebt die toch al gezien? Oui, oui, yes, ma'am, no, ma'am. Ja, 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 stuif. Ja. En uw schoenen, houd uw schoenen aan, u geen pantoffels. Oh, ik begrijp nog altijd niet waar ik dat aan u verdiend heb, meneer Vlastenhoven. Mijn mama en ik, wij zijn zeer sociaal voelend, Bacon. Maar niets loslaten tegenover de anderen, hè. Geen, nee. Geen woord, hè. Nee, nee, beloofd. Het is al te laat, geloof ik. Ik geloof er niets van meer aan, Maasje. Ik weet het uit zeer goede bron. De secretaresse van de directeur-generaal, ik heb heel het bundel gezien. Ja. 10 pond vertrekt voor een hoge post op ontwikkelingssamenwerking, ja. En zeer binnenkort. Ja, daar zal de politiek wel achter steken. Het is jouw kans om hier directeur te worden. Oh, maar dat is ook een politieke winkel. En wat dan nog? Maar ik heb zelfs geen partakaart. Oh. Ja, alleen mijn lidkaart van Vincentius Apoli in de parochie. En mijn ziekenboekje. Om te beginnen, Filemon, zorg dat je zo vlug mogelijk Vlastenhoven daaruit die zetel krijgt. Pak de directeur-generaal daarover aan. Zeg, en heb je dat splinternieuwe pak nog dat je maar 1 keer gedragen hebt? Maar je weet dat die broek wat trekt. En die vest zit niet goed. En daarbij kan die kleur ook niet verdragen. Zeg eens, en de kleren maken de man niet, hè? Juffrouw Paas? Nee, maar het is wel het enige wat jij hebt om een man van je te maken. Sorry. Juffrouw Paas? Sorry, ik overdrijf. Je hebt nog wel een paar andere dingen. Juffrouw Paas? Sorry, wat zeg ik allemaal? Sinds je bij die valse profeet weg bent, zijn er nog een pak onvriendelijker op geworden, ja? Sorry. Daar ze. Hoog bezoek ze. Die wil, jongen. Uw mantel, mama. Ja. Oh la la, de koninginmoeder. Ja, met haar kroonprins. Ventuur, jongen. Je zit hier wel mooier dan ik dacht, maar... Het kan nog mooier. Gaat u zitten, mama. Zo, ja. Als je eenmaal vast benoemd bent, dan moet je alles wat kunstzinniger aankleden. Ja, vast benoemd, ja, maar... Zeker, Ventuur, jongen. Onze politieke vrienden, je moet ze niet onderschatten. Mm-hmm. En als je bovendien hier zo graag gezien bent, zoals je zelf zegt... Ja, ja, maar... En nu weer. Met dat caritatief gebaar dat we gaan stellen tegenover de jongen uit de lagere volksklasse. Dat zijn toch allemaal mensen van het lagere personeel, dat onder u staat? Ja, 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 nu wel, maar... Die daar ook? Dat is meneer Percé. Oh ja, ja, dat zie je zo, dat hij ze niet allemaal meer heeft. Hè? Oh, mama. Zo heb je het mezelf gezegd, Ventuur, jongen. Ik vraag me af of ik ze allemaal hier zal laten komen om kennis met u te maken of wij ons onder hen zullen begeven. Nee, Chantal, ik heb liever dat je hier niet blijft als ik met madame Vlastenhoven... Ik blijf. Nee, als ze hoort dat je geen Vlaams verstaat. Maar ik ken al vele, vele Vlaams. Nee, Chantal, je moet dat mengs haar bloed niet op de kook zetten, juist op het moment dat ze rapporten, maar nee, bovenal. Maar ik zal koken koffie, niet bloed. Nee, verdomme Chantal, ga voor een half uurtje weg, de stad in, hè? Maar laat me met die madame hier alleen, ja? Wilt jij eens oppoepelen, ja? Allee, kom toe, zijn een keer leven. Wilt jij mij rust laten, ja, Bacon? Oh, meneer... Meneer Bacon, oh, maar dat zie je goed. Madame, dat meneer Vlastenhoven uw zoon is, hè, trekt op een gelijk als 2 druppels water. Hè. Ja, en dan vertelt altijd maar over zijn mama. Hè, van mijn mama heeft verteld en mijn mama heeft me de raad gegeven. Ja, jongen. Ja, maar het is toch prettig om weten, hè, madame, dat de kinderen zo met u begaan zijn. Hè, en dan nog zo dat ze trachten vooruit te komen in het leven. Hè. Ja, ja, meneer Doks. En als hij nu nog jullie directeur gaat worden... Ja, mama. Dus... Ja, ja, Ventuur, jongen. Filemon Percé. Blij met uw kennis te maken, mevrouw. Ja, 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 bekijk me maar eens goed. Want als er hier iemand dienstdoende directeur wordt, dan ben ik het, hè. Ik zal de geschiedenis ingaan als dat zot directeurke. Meneer Percé. Ja, ja, Ventuur, jongen. Gaat het niet goed tussen jullie beiden? Oh, uitstekend, mevrouw. Ventuur, jongen, zal dat kunnen getuigen.
Moed houden, meneer. Per se. Ik ken nog mensen in uw geval die op de duur toch nog genezen zijn. Ik durf de woorden bijna niet uitspreken, maar weet je waar meneer Bakoufan nu mee bezig is? Een misverstand, mevrouw Verrastenhoven. Ik doe zulke dingen niet. Bij mij gaat er niets boven trouw zijn in het huwelijk met mijn Alice. Ja, ik kan het uit. Maar wat deed hij dan achter de toog? Hij vraagde mij om mijn mond niet open te doen in het Frans. Oh, maar zo engeestig is mijn mama niet. Hè? En daarbij, Chantal doet haar best in het Nederlands. Ja, hè? Dat is waar, juffrouw. Bij mijn aankomen hier, ik kende geen woord Vlaams. En nu, ik spreek al vele Vlaamse onzinnen. Volzinnen. Ik leer van de omgang met de Vlaamse venten hier. En ik heb al een stukje flamingant. Ik zal nu maar gaan, zeker. Goeie appetit, juffrouw. Zo, meneer Baconfoy. Ja. Oh, geen al te gemakkelijke stoelen hier, hè? Nee, deze stoelen zijn zoals het leven, mevrouw. Hard, waar ik persoonlijk kan tegen een hard leven. Ja, ik kan vechten en volhouden. Je maintiens dré. Zoals het in het Frans zeggen, de Hollanders. Nee, pas op, mevrouw. Die koffie is te heet. Hoe oud zijn uw kinderen, meneer Baconfoy? 17, 14 en 11, mevrouw. Voor mij gaat er niets boven het geluk van mijn kinderen. Voor hen zou ik het zwart van onder mijn nagels werken. Het bloed. S'il vous plaît? Het bloed van onder de nagels. Ah, ja. Ja, die stoelen zijn inderdaad aan de harde kant, maar dat moet ook zo in bars en kantinen en herbergen. Ja, omdat de mensen dan niet te lang zouden blijven zitten. Ik persoonlijk kan de jaren niet tellen dat ik een herberg nog aan de binnenkant heb gezien. Dat is er bij mij niet bij. Oh, dat is een mooie deugd. Zo breed, meneer Baconfoy. Mijn Venture is ook zo'n sobere man, hè? Oh, ik kan dagen aan één drinken zonder te... excuseer mij, maar een kus van pure zenuwachtigheid. Ja, ik maak een slechte indruk. Nee, helemaal niet. Het valt best mee. Nu, de koffie is wel afgekoeld, mevrouw. En de gezondheid, meneer Baconfoy? IJzersterk. Alice ook. Klein, maar gezond. En de kinderen ook. Bloeiende gezondheid. En uw geloof? Mijn geloof, tip top, ja. De kinderen ook? Ja, brave kinderen. Gehoorzaam, werkzaam. Het zot niet in de... Hoofd. Niet waar, meneer Verrastenhoven? Wat denk je, Venture, jongen? Ik zou het doen, mama. Excuseer me. Het is van blijdschap. Excuseer. Dat is een zaak voor het syndicaat per se. Maar ik heb in een jaar al niet betaald, Jean. Je moet naar de minister schraven. Maar op ministerpapieren. Het is je goed recht per se. Wil ik u toch zeer stelen per se? Nee, laat dat maar wat dat is, want er zitten stukken in dat beter geen daglicht zien, Jean. Juist daarom, laten verdwijnen. Ik zal dat wel flikken. Nee. Ga naar een psychiater en vraag een attest dat je gezond bent. Drie psychiaters, dat moet je daarvoor over hebben. Het interesseert me niet, Jean. Doe het dan voor ons per se. Maar begrijpt je niet dat we u willen als directeur? Wie? Ja, wie want per se. Wie want per se. Wie willen per se. En Bonaventure dan? Maar Verrastenhoven, je weet goed genoeg dat die nog niet goed genoeg is voor onderbureauchef. Verrastenhoven is een grote nul. Ja. Zo'n grote nul, zeg. Nul heb ik gezegd. Wel ja. Hij is sterk in examen, Sean. Maar om directeur te worden, moet je geen examen doen per se. We dienen een petitie in tegen hem. Ja. We wachten tot hij getekend heeft voor die lening van Bacon. Hè. Ja. Weg met Verrast. Weg met Verrast. Verrastenhoven of Barabbas. Barabbas! Wat betekent dat, Bonaventure? Het is maar voor de grap, mevrouw. Nee, meneer Percé, dat was het niet. Nee, dat was het niet. Kom mee naar huis, Bonaventure. Meneer Verrastenhoven, wordt directeur. Ik zal mijn partij eens in gang steken.